Ik ben Dries Lamps, werfleider bij Stadsbader NV. We zijn hier vandaag bij Storex in Wevelhem. Het is een opslaghal met 3 magazijnen, waarbij we ook een deel kantoren hebben. Eigenlijk vooral de bedoeling om opslag te hebben en een logistieke functie. Stadsbader NV is eigenlijk de algemene aannemer. Die zorgt voor de ruwbouw, zodat hij wind- en waterdicht is. Maar ook alles van infrawerken, alles rondom het gebouw, als ook de riolering. Ik ben Willem Schrooien, salesmanager bij Dekke. En ik ben verantwoordelijk als salesmanager voor de projecten. Wij zijn met Stadsbader aan de tafel gaan zitten om te kijken naar het ontwerp van de riolering. Wij hebben dat met onze studiedienst geoptimaliseerd. We hebben hier kunststofleidingssystemen geleverd. We hebben ook gekeken om het water te behandelen via koolwaterstofafscheiders. En in de grond zit ook een grote bluswatertank, een spirotank, welke hier op deze moment wordt geplaatst. Dekka is eigenlijk een heel goede firma, zijnde enerzijds voor de berekening van de riolering, anderzijds ook qua materiaallevering gaat dat heel snel en we hebben daar heel goede verstandshouding mee. En ten derde, ze komen met innovatieve ideeën op de markt die toch wel zeer uniek zijn. De tank die vandaag geplaatst wordt, is een gegalvaniseerde plaatstalen tank om het bluswater op te vangen, die we samen ontworpen hebben met Fiacon en ja, die we vandaag hier in de grond gaan plaatsen. De tank is redelijk complex om te plaatsen, omdat het hier gaat aan een tank van 20 meter lang met een inhoud van 100.000 liter. Dus een behoorlijk grote tank. Het unieke aan dit project is dat wij Stadsbader hier helemaal ontzorgen, het ontwerp maken van de riolering en alle onderdelen die te maken hebben met de riolering, zoals de kunststofleidingssystemen, de maatwerkputten, de olie- en benzineafscheiders, de buffering en infiltratie, de bluswatertank, dat wij dat allemaal leveren. Een one-stop shop voor Stadsbader. Dekka is zeker een partner voor de toekomst. Ze zijn volop bezig met zichzelf te herontwikkelen en dat is wel iets dat zeer belangrijk is in projecten die altijd maar duurzamer en duurzamer moeten worden.